Universiteit van Nederland. Een van de nadelen van kernenergie is dat het radioactief afval oplevert. Maar lang niet al dat afval is echt afval. Hoe dat precies zit, leg ik je uit in deze werkplaats. Kernenergie heeft veel voordelen. Het is relatief schoon, omdat er nauwelijks CO2 bij vrijkomt. En het is betrouwbaar, want of de zon schijnt of niet, of de wind waait of niet, kernenergie is er altijd. En er is meer dan genoeg kernbrandstof in de wereld. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. De beelden van Tsjernobyl kennen we allemaal nog. En recenter hebben we Fukushima meegemaakt. Daarnaast is kernafval ook radioactief voor duizenden jaren. Daarom maakt dit tekentje nogal wat indruk. Radioactieve straling. Maar kernafval kun je ook hergebruiken. Daar zit namelijk nog veel energie in. Het is zonde om het zomaar in de grond te stoppen. Hoe zit het dan? Daarvoor moet je weten hoe kernenergie werkt. Dat ga ik je uitleggen aan de hand van dit biljartspel. In Borselen in Nederland, maar overal in de wereld in kernreactoren, worden balletjes tegen elkaar gebotst. Maar er is een belangrijk verschil. Bij biljarten gaan de ballen rollen omdat ik er met mijn arm energie in stop. En op een gegeven moment stoppen ze met het rollen. Bij kernenergie zit de energie in de ballen zelf. Dit is een neutron. Daar begint het mee. Dat is een energiebal. Dat wordt afgevuurd op een atoom. Wanneer de neutron tegen een atoom aankomt, valt het atoom uiteen. Of de atoom splijt. Daarbij komen meerdere atomen vrij. Andere atomen. Er komen nog meer neutronen ook bij vrij. Zeg maar nog meer energieballetjes. Die dan weer tegen andere atomen aankomen. En zo gaat de splijting door. En daarom noemen we het een kettingsreactie. Bij een kernsplijting komt ook warmte vrij. Heel veel warmte. En die warmte is heel handig. Want net als een kolencentrale kun je daar elektriciteit mee opwekken. Maar er is ook afval. Bij een kolencentrale gaat het om CO2 en fijnstof. En in een kerncentrale gaat het om de restant van het proces. Atomen die zijn gespleten omdat de neutronen tegenaan zijn gekomen. Maar ook atomen die niet hebben meegedaan met de reactie. En daar moet je van afblijven. Want net als de kernbrandstof zelf is afval radioactief. Het zendt straling uit. En dat kan gevaarlijk zijn als je daaraan wordt blootgesteld. Zelfs soms dodelijk. Daarom stoppen we het radioactieve afval diep onder de grond. En daar moet het voor duizenden jaren blijven, zodat het voor de mens en dier ongevaarlijk wordt. Zo ontstaat het kernafval. Je begint met het mijnen van uranium dat uit de grond komt. Van dat uranium maken we brandstof. Splijtstof, dat vervolgens naar de kernreactor wordt gestuurd voor kernsplijting of het produceren van elektriciteit. Na een paar jaar is de brandstof niet meer bruikbaar. Dan wordt het als afval beschouwd en veilig opgeborgen onder de grond. Maar dat afval is niet per se afval. Daar zit namelijk nog veel energie in. Dat kun je eruit halen en hergebruiken. En dat is helemaal geen toekomstmuziek. In Borselen doen ze het al een paar jaar. Daarvoor gaat de splijtstof naar een opwerkingsfabriek of recyclefabriek in Frankrijk. Daar wordt ongebruikt materiaal eruit gehaald voor hergebruik als brandstof. Dat kun je maar één keer doen. Maar daardoor gaat de brandstof langer mee. Daarna wordt het afval. Nu is er ook risico aan opwerking. Zo'n opwerkingfabriek levert onder andere plutonium. Daar maken we in principe energie van. Maar je kunt er ook andere dingen mee bereiken. Namelijk een kernbom maken. Let wel, gebruik de splijtstof uit een energiereactor zoals Borselen kun je niet direct gebruiken voor wapenproductie. Maar een opwerkingsfabriek is een installatie die nodig is voor het vervaardigen van een kernbom. En als er op veel plekken op aarde met plutonium wordt gewerkt, dan neemt de kans toe dat plutonium in verkeerde handen terechtkomt. Het gaat dus niet alleen maar om technologie, maar ook om belangrijke afwegingen zoals internationale veiligheid. Mijn onderzoek gaat over filosofische afwegingen van kernenergie en de methodes die we daarbij gebruiken. Uiteraard speelt technologie daarbij een belangrijke rol. Je hebt misschien wel gehoord van de thoriumreactor. Dat zou een veiligere en schonere kernenergie zijn. Die methode is nog niet ver genoeg ontwikkeld, maar technologisch gezien is het wel mogelijk. Weer een andere veelbelovende technologie is kernfusie, maar die is verder weg in de toekomst. Voorlopig moeten we het dus doen met de huidige kerncentrales. En daar komt afval bij kijken, maar dat afval kunnen we ook hergebruiken. Gemiddeld genomen zijn jouw vrienden altijd populairder dan jijzelf. Ik ben Clara, wiskundige, en in de volgende aflevering reken ik met jou uit hoe dat nou mogelijk is.